Het is opnamedag vandaag en ik baal een klein beetje. Ja, Melle. Hey Dennis, als ik gezeik wil, dan bel ik mijn moeder wel. Bel eens. Wees eens positief. Bel nu. Zeg. Waarom baal je nou? Ik ben heel positief. Omdat we hebben een soort van regel, tv-regel, dat de mensen die op locatie zijn niet in de reeve zitten in de studio. Wat natuurlijk heel normaal is, want het kan natuurlijk ook niet tegelijk. Nee. Maar daardoor heb ik mezelf uitgeschreven bij de Diablo 3 review, die straks opgenomen gaat worden. Ik heb de game namelijk wel helemaal kapot gespeeld het weekend. Dus ik wou het toch eventjes met jou over hebben. Diablo. In een redactie-item. Naast de review die vanmiddag komt, want die ga je met Boris doen, die aardig is bezig geweest. Ik ben wel heel benieuwd wat Boris ervan vindt. Ik weet het al, ik ga het niet verklappen, maar ik vind het een hele sterke overzetting van een PC-game. En ik had niet verwacht dat Blizzard het zo goed zou doen, op het grafische gedeelte na. Ik vond het grafisch misschien niet zo heel mooi. Misschien omdat de Xbox heeft gespeeld, een beetje last van screen tearing, maar laat ik het daar niet altijd wel over hebben. Ik denk dat als ik het moet verwoorden, kijk, ik heb natuurlijk, er zijn voordelen en nadelen aan Diablo, maar als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik dat dit de beste versie van Diablo 3 is die er is. Ja. De console versie. Beter dan de PC versie? Ja. Denk jij dat de makers de console versie al in de achterhoofd hadden toen zij bij de PC versie hadden? Anders hadden ze fucking anderhalf jaar erover gedaan, toch? Ik weet het niet, ik weet niet hoe dat erbij ontwikkelt. Nou, Blizzard is een ontwikkelaar die echt een games uitgeeft als ze perfect zijn in het algemeen. Ik denk dat in het beste geval hadden ze toen Diablo 3 ongeveer af was, hebben ze een mannetje of drie erop gezet. Die hebben ze gezegd, kijk of het kan met de controller. Nou, en toen zijn ze het waarschijnlijk een half jaar vergeten. En toen zijn ze DLC gaan, maar we hebben meer content gemaakt voor Diablo 3 voor de PC. En toen dachten ze, ach, we gooien hem wel even op de console. Daar zijn ze nog een half jaar mee bezig geweest. Nou ja, het is niet, we gooien hem even op de console. Nee, het is Blizzard. Ze hebben het goed gedaan. Nou, ze hebben het heel goed gedaan. Maar ik heb wel het idee dat het ook een jaar geleden had het ook al gekund. Ze hebben mensen zat. Ja, nou, mij maakt het niet uit, weet je wel. Ik heb speciaal de game gewoon niet gespeeld om op de console te spelen voor het eerst. En ik denk dat heel veel console games dat zouden moeten doen. Maar niet op het controller scheme. Er is zo goed over nagedacht. En aan de andere kant is het juist zo anders dan ik verwacht had. Ik had eigenlijk verwacht dat ze een soort van twin stick idee zouden doen. Ja. Dat is tegenwoordig hedendaags de makkelijkste keuze. En deze keuze dacht ik juist van, goh, dat is misschien een beetje ouderwets. Het is namelijk gewoon de knoppen drukken en richten op degene die we elkaar optrappen of schieten. Dacht ik van, nou, het is misschien anno 2013 een beetje ouderwets qua besturing. Maar juist anno 2013 is het gewoon een hele goede, sterke besturing die gewoon werkt als een trein. Ja, en beter dan een PC, want je kan lopen en slaan tegelijk. En je kan naar achter springen met rechterpookje. Dat had je dus niet in de PC-versie. En wat ik eigenlijk het allertofste vind van heel deze game, dat de online auction house er niet in zit. Nou, dat inzit me helemaal niks dat hij er niet in zit. Dat is wel wat. Kijk, je kan zeggen wat je wil. Mm-hmm. En de meeste mensen gaan nu roepen, meer dan 12 miljoen mensen hebben die game gekocht. Maar die online auction house was echt super kut. Nou ja, die zit en die dus heeft nou gewoon die game kapot gemaakt in de eerste maand dat het uit was. Oké, okay, maar die zit er nou dus niet in. Dus hoef je echt niet druk op te maken. Nee, het 4-player co-op gewoon lekker op één scherm. Ik heb thuis een groot scherm, 52 inch. Het is echt het is groot genoeg. Maar het is zo fucking vreed om met drie vrienden op de bank die game te spelen. Het werkt gewoon heel goed en het heeft een heel erg oldschool fun gevoel. Ja. Maar goed, de review vanmiddag op deze site.